Vijf inheemse vrouwen, verenigd in de groep Native Power, hebben vanochtend een spirituele stille loop georganiseerd. Met deze tocht wilde de organisatie wijzen op de fundamentele rechten van de inheemsen die niet worden gerespecteerd. Bij de verzamelplaats Ondrobong in de binnenstad van Paramaribo had zich een grote groep mensen gekleed in traditionele klederdrachten van de inheemsen verzameld. In de oproep voor de stille loop stond centraal Ingi Denasari. Een trekker van de groep vertelde ons eerder dat de spirituele stille loop niet alleen te maken heeft met de verwikkelingen van 2 mei in het dorp Pikinsaron, maar ook met het gebrek aan erkenning en respect voor de rechten van de groep. Wij brengen u enkele fragmenten van de samenkomst van de inheemse vanmorgen bij Ondrobong. A teri na ayeye teri. Ayeye teri. A teri na ayeye teri. En if you not teru, a kon redi zoi o waka. Wana wina ayeye. Trawa efet on go to. De wa tiris ma of go to. Ma de forget once that a go to na ayeye fa indi. And to see that the thing a kong Tiene nova historia de te alla ingit na pujaso makandra alla tomo de braso sa kinto bordo. One feti di piging ta pakto numenta di December nik di sa si fanta pe pigi man su kano waka po na futu su feti gide kwanda rekta en el mensa rekta. Tiene 13 May 2023 Voordat de inheemsen begonnen met hun loop, werd er op hun manier gebeden. Vervolgens liepen zij door de straten van de binnenstad naar Wakapasi.